Een vlogger en een YouTuber gebruiken eigenlijk allebei hetzelfde platform, namelijk YouTube. Maar een vlogger is iemand die echt de camera vastneemt en naar buiten gaat. Je kan ook in je kamer vloggen. Maar die heeft vooral de camera altijd vast, bijvoorbeeld naar evenementen. Dat kunnen heel speciale dingen zijn dat hij vlogt of zijn dagelijkse leven. En YouTubers die zitten altijd op hun kamer en die testen bijvoorbeeld dingen uit zoals make-up of games. Ik ben zelf een YouTuber. Ik zit vaak op mijn kamer en ik maak dan praatvideo's of DIY's. Dat zijn do-it-yourselves. En dan laat ik kinderen zien hoe dat je dingen moet maken, namelijk slijm. Dat is heel populair. Ik ga ook soms wel vloggen, maar toch val ik onder de noemer YouTuber omdat ik meestal in mijn kamer zit. En als ik vlog, dan maak ik weekvlogs. Dus dan film ik elke dag van de week en dan plak ik dat allemaal achter één stuk en dan in één video op YouTube. Concurrentie in de YouTube-wereld is een beetje zoals de middelbare school. Er zijn bepaalde vriendengroepjes, dus bepaalde YouTubers die met elkaar omgaan. En die met, ja, buiten die met geen enkele andere YouTuber omgaan. Ik heb ook zo'n vriendengroepje en wij gaan dan samen naar evenementen. Bijvoorbeeld als Gameforce of Belgian Tube Days. En dan gaan we allemaal samen op de camera, dan vloggen wij samen. En dat is heel leuk om dan uw passie te delen met andere YouTubers. Momenteel heb ik 44.000 volgers op mijn kanaal. Dat zijn dus mensen die ooit op de abonneerknop hebben geklikt en die dus een soort van abonnement op mij hebben. Maar het abonnement is wel gratis. Zie het als een soort van abonnement op een tijdschrift. Die zijn dus heel geïnteresseerd in welke video's dat ik ga uploaden en die nog in de toekomst komen. Per video heb ik ongeveer 5.000 tot 10.000 views als het een vlog of een praatvideo is. Maar dat kan heel erg verschillen. Er zijn video's die 300.000 views halen en die zijn dan heel populair. Dat zijn de slijmvideo's of video's waarin ik Nederlandse woorden met Vlaamse woorden vergelijk. Dat zien mensen ook heel graag. Mijn publiek is tussen de 10 en de 16 jaar oud. Er zijn natuurlijk wel wat verschillen. En er kijken vooral meisjes naar mijn kanaal, 70% namelijk. En 30% jongens, dat is toch ook nog wel redelijk veel. De kijkers verwachten zeker één keer per week een video en ofwel doe ik dat woensdag, ofwel doe ik dat zondag, maar soms dan sla ik wel eens een dag over. Maar ik upload zeker elke week. En hoe dat ik die video's indeel, dat pas ik mij soms dan aan. Dat zijn heel variabele uren. Het editen, dus het bewerken van de video, het knippen, plakken en muziek bijvoegen, dat duurt meestal 3 uur. En de video zelf opnemen duurt een half uurtje. Bij een weekvlog duurt dat natuurlijk een hele week, maar dan film ik maximum 2 minuten per dag. Ik denk dat jongeren naar mijn video's kijken omdat ik zelf ook een jongere ben. En ze gaan dan makkelijker luisteren dan naar hun ouders misschien. En sneller advies aannemen. Ik probeer ook vaak hulpvideo's te maken. Bijvoorbeeld, zij stellen mij vragen en ik reageer erop met mijn persoonlijke ervaring. Bijvoorbeeld, een onderwerp was pesten. Dat was heel populair en die video werd vaak bekeken. Ook omdat veel kinderen daar dan zich in kunnen terugvinden. En ik probeer toch wel een voorbeeld te zijn voor andere jongeren en kinderen toch wel. Als ik een video opneem, dan denk ik wel altijd van, er kijken jonge kinderen, dus ik scheld bijvoorbeeld niet in mijn video's. Het kan in een vlog wel eens voorkomen dat ik boos ben of een andere emotie uit, maar dan probeer ik nooit te schelden. Want wat als de ouders mee zouden kijken? Ik probeer altijd te praten zoals de ouders dat ook goed zouden vinden dat een kind naar mijn video's kijkt. En ik probeer toch wel een voorbeeld te zijn voor anderen. In mijn video's probeer ik ook mooier Nederlands te praten, want er kijken ook mensen vanuit Nederland en die verstaan mijn Antwerps dialect soms niet. Dus ik probeer wel mooier te praten. In het echt praat ik nog wel platter. Mijn ouders vonden het vlogwereldje in het begin een beetje raar, want ze wisten niet goed wat dat was en ik zette toch mijn gezicht op internet. Ze vonden dat nogal onwennig, maar na een paar jaar zijn ze er toch aan gewend geraakt. Maar mijn mama wil nog steeds niet graag op beeld, omdat ze dat toch wel een beetje raar vindt, zo'n camera. Mijn papa is eraan gewend, die heeft zich ook meer verdiept in de YouTube-wereld en die interesseert zich daar nu ook in, omdat dat mijn hobby is en dat is ook mijn manier om mij te uiten naar de jongeren toe. Als je in een vlogteam van een bepaald merk zit, ik zit namelijk bij Vogirl, dat is van Nederland, dan verwachten ze dat je video's gaat maken die aan hun publiek beantwoord. Dus ze hebben een redelijk jong publiek. Voor Vogirl heb ik al bijvoorbeeld een taart moeten bakken. Die sturen dan eigenlijk een soort van script op hoe dat je de video moet presenteren.
Het voordeel als je voor een merk vlogt of video's maakt, is dat je producten toegestuurd krijgt die je dan kan uittesten. En ze uploaden dat dan op een bepaald kanaal, bijvoorbeeld op het Vogue Girl kanaal. En omdat ik die wedstrijd heb gewonnen, heb ik ook een aantal producten van hen gekregen, zoals een hoverboard, een vlogcamera en een aantal douchegels en deo's. De financiële kant van YouTube wordt een klein beetje overschat in België, denk ik. De vloggers of YouTubers die ermee verdienen in België kan je toch wel op één hand tellen. Maar Nederland staat daar tegenover echt veel verder in die evolutie. Er zijn echt productiehuizen die daar heel veel mee verdienen en die daar toch wel van kunnen leven. Maar wie weet, in België komt dat misschien ook nog wel. Het vloggen aanschouw ik totaal niet als mijn werk of zo. Ik verdien er ook nog niet zoveel mee als dat ik er mijn job van kan maken. Dat is nog steeds een hobby en ik hoop dat dat heel mijn leven een hobby gaat blijven, want zo maak ik toch wel herinneringen en dan zet ik die op het internet. Ik begon met YouTube in het vierde middelbaar en ik ben dan ook blijven doordoen tot nu in het eerste jaar hogeschool. En ik heb mijn richting eigenlijk wel gekozen door YouTube. Ik volg nu media en entertainment business. En ik denk dat ik die richting nooit had kunnen kiezen als ik geen YouTube had gedaan. Dus dat heeft toch wel mijn leven positief beïnvloed, denk ik toch. Het heeft naar mijn hobby geleid en dan nu ook naar mijn richting. Dus ik kan misschien later wel mijn job van YouTube maken of toch in de mediawereld een job vinden.